Met 560 actieve getallen en ook nog het dodental op de dashboard dat vandaag staat op 130, betreuren wij ten zeerste. Van hieruit dan ook de condolences aan de nabestaanden en voor degenen die nog in het ziekenhuis liggen, een van harte beterschap. Het COVID-journaal is vandaag geconfronteerd geraakt met posters van feesten die dit weekend gepland staan. Mensen, weet wat je doet. Kijk maar naar de gevallen. Laat geen enkele organisator, omdat zij jouw geld nodig hebben, jou uitdagen om je toch niet aan de maatregelen te houden. Ga niet naar geen enkel feest. Je brengt daardoor jouw dierbaren in gevaar. Er volgen sowieso zware straffen voor de organisaties en dat vertelt Martha-Lise Eersel, hoofd van het Outbreak Management Team, ons later in het journaal. Welkom bij aflevering 119 van het COVID-19 journaal. We hebben een telefoongesprek gehad met politiewoordvoerder Rachel Deekman. We brengen u even naar dat gesprek. Het is ons te oren gekomen, de politie te oren gekomen, dat er feestjes gepland zijn dit weekend. Dat is waar. En het is niet goed te praten als we merken dat wij Surinamers, ondanks we nu te maken hebben met de tweede golf van het COVID-19-virus, dat er toch nog enkele zijn in die samenleving die ertoe overgaan om feestjes te organiseren. En dan wil ik niet zonder meer stilstaan bij de organiseerde feestjes. Het gaat bij mij erom, en zeker bij de politieorganisatie, dat bij deze feestjes grote groepen mensen betrokken zijn. Wat dus betekent dat de spreiding op het virus precies op deze feestjes aanwezig is. Ik kies ervoor om op te roepen, degenen die de feesten hebben georganiseerd, het zijn naar mijn inschatting de mensen naar wie wij mogen opkijken. Ik denk aan, om specifieker te zijn, aan de artiesten naar wie wij opkijken. Ik doe een beroep op hun om samen die verantwoordelijkheid te dragen, om ervan af te zien deze feestjes, of door te gaan met de organisatie en de voortgang van deze feestjes. Ik denk verder aan de feestgangers, ook aan op hun doen wij als politieorganisatie een beroep om de feesten niet te bezoeken. We kunnen vandaag feesten en morgen ziek zijn. En precies dat is wat wij niet willen. Nogmaals, bezoek de feesten niet. Heel onaangenaam zal het zijn als de politie op dat feestje binnenvalt en het feestje stopzet en maatregelen tegen u treft. Dus kort, laten we onze verantwoordelijkheid nemen. Het COVID-19-virus zien wij niet. Als we nou feesten of niet, wij zien het virus niet. Wij doen een beroep, het Korps Politie Suriname doet een beroep op allen, de organisatoren en de feestgangers, om het niet te doen voortgaan. Behoorlijk zorgwekkend. Zo typeert infectioloog Stefan Vreden het hoge daggemiddelde van nieuwe COVID-19 besmettingen deze week. Het is nog behoorlijk zorgwekkend. Ik bedoel, tussen de 80 en de 100 nieuwe gevallen per dag, dat is een heleboel. We moeten ons altijd realiseren dat als we 80 tot 100 nieuwe gevallen per dag hebben, we sporen niet alle mensen op die positief zijn. Dus er is een zeker percentage dat nog rondloopt en dat niet getest is en waarvan we dus niet weten dat ze COVID-positief zijn. Dat is voor die mensen zelf misschien niet zo erg, omdat ze kennelijk geen symptomen hebben. Maar het feit dat zij in de samenleving rondlopen en anderen infecteren zonder dat ze dat weten, dat is best zorgwekkend. Dus ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat het nog even zo doorgaat en misschien zelfs wat erger gaat worden. Waar ligt het aan? Kijk, er zijn heel veel mensen die bekend zijn met COVID en die het redelijk goed hebben doorstaan. En dan krijg je dat mensen denken van, ja, waarom zou ik gaan testen? Iets anders is dat mensen weten dat als je positief getest wordt, dat je eigenlijk even
in isolatie moet, even, dat is zo'n 7 tot 10 dagen, om te voorkomen dat je anderen infecteert. Dat zien sommige mensen ook niet zitten, die willen niet hun huis uit, ze willen niet thuis moeten blijven als dat zo zou zijn. Dus het is die weerzin om aan de consequenties te voldoen die je krijgt als je positief getest wordt. Maar dat is natuurlijk ontzettend onverstandig, want hoe langer wij deze ziekte laten voortwoekeren in Suriname, hoe langer wij in een ontzettende lockdown, in een beperkte vrijheid zullen moeten leven. Dus we hebben ook, als we zelf niet bang zijn om ziek te worden, is het belangrijk dat we weten van als we weer naar een normalisatie van de samenleving over willen, dan moeten we er met z'n allen voor zorgen dat die infectie zo gauw mogelijk onder controle komt. En ieder die bij wie een swab is afgenomen, kijk, je laat een swab afnemen omdat je er rekening mee houdt dat je mogelijk COVID hebt. En zolang niet is uitgesloten dat je het hebt, zolang je het resultaat niet hebt, moet je je gedragen alsof je het hebt. Want je moet proberen om niet, terwijl je op resultaat wacht, andere mensen te infecteren. Je moet dan echt thuis blijven en zelfs thuis moet je geïsoleerd zijn van de rest van je familie. Het gaat er allemaal om, we hebben er allemaal belang bij dat er zo snel mogelijk een afname is van van het aantal gevallen in Suriname, omdat je anders heel lang in een vervelende lockdown situatie zit. Ik begrijp niet waarom mensen zouden twijfelen aan de getallen die er gepresenteerd worden, want waarom zou je hogere getallen willen presenteren dan anders? Ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik denk dat wie het niet wil geloven, die moet het maar niet geloven, maar als je niet werkt aan het reduceren van het aantal gevallen, dan ben je eigenlijk ook je eigen bewegingsvrijheid onnodig langer aan het beperken. En mensen die aan samenzweringen en weet ik veel wat denken, be my guest hoor. Maar ik heb daar niet zoveel aan toe te voegen. Wie is nu vatbaar voor COVID-19? Het antwoord is kort en duidelijk. Iedereen, ook u. Ik denk dat het in ieder geval zo is dat er heel veel mensen die denken dat als ze jong zijn, als ze niet allerlei andere ziektekwalen hebben, dat je dat COVID eigenlijk voor jou niks betekent. En dat is meestal ook wel zo. Maar je zal dan toch die ene jonge man of jonge vrouw zijn die 30 is, 28 is en die wel op de intensive care terechtkomt. En ik kan u zeggen, ik zie een heleboel patiënten die bijna alle patiënten, althans die in mijn omgeving in het ziekenhuis worden opgenomen, die zie ik na ontslag uit het ziekenhuis. En er is een belangrijk aantal mensen, de meeste die zijn daarna weer helemaal goed genezen, maar er is toch een belangrijk aantal mensen dat daarna zich niet weer de oude voelt. En hoe lang dat gaat duren weten we niet, maar mensen die al maandenlang of kortademigheidsklachten hebben, of niet kunnen werken, of dit niet hebben, of dat niet hebben. Dus ook jonge mensen hebben chronische klachten van COVID. Dus ik denk dat je, ook als je jong bent, je beter kan zorgen dat je het niet krijgt. Want je weet niet wat voor eventuele gevolgen het zal hebben als je ervan herstelt. Voor alle duidelijkheid legt Dr. Vrede nog even uit waarom positief geteste mensen in isolatie worden geplaatst. Wij hebben vanaf maart de policy gehad dat we alle mensen bij wie COVID gevonden wordt, dat die mensen in isolatie worden opgenomen. In het allereerste begin werden die mensen ook in ziekenhuizen opgenomen, maar al gauw was dat te veel en die mensen waren niet ziek, dus hoeven niet per se in een ziekenhuis te liggen. En toen werden voor die mensen dus isolatiefaciliteiten gecreëerd, zoals u weet destijds het KKF. Er staan nu 2 tenten in het op het terrein van het Wanica ziekenhuis. Sinds gisteren of vandaag is ook Residence Inn weer open met een grote tent in de tuin. Omdat je juist wil dat alle mensen die positief zijn, ze zijn niet ziek, ze hebben geen ziekenhuiszorg nodig, maar ze moeten wel uit de samenleving gehaald worden om te voorkomen dat ze nog meer mensen infecteren. Dat is de policy geweest sinds maart en het is de policy tot nu toe. De cijfers liggen er niet om. Het aantal actieve COVID-19 staat op hoog in de 500. Een vraag die vrijwel de totale samenleving bezighoudt is
waarom de tweede golf de voorbije maand zo hard heeft toegeslagen. Volgens Dr. Martelise Eersel, crisismanager van het Outbreak Management Team, is het antwoord helder en klaar. Deze parties zijn niet van nu, ze zijn al sinds december gaande. En daar plukken we nu de vruchten van. Want al maanden zijn feesten en huisfeesten verboden. En toch is men gaan partyen in discotheeks, clubs, allerlei plaatsen, besloten ruimte. We hebben de filmbeelden gezien in december, zonder mondkap. Ja, jonge mensen zijn voornamelijk gaan feesten, meer jonge mensen. En we hebben gezien een forse stijging van het aantal besmette gevallen, wat in december al is begonnen, voor de kerstdagen. Trots wij de maatregelen hebben geadviseerd en de regering heeft die afgekondigd van geen samenscholing, hebben we ook gedurende de feestdagen van het vorig jaar beeldmateriaal gezien van mensen die toch zijn gaan partyen. We hebben uitbraken gezien van mensen die parties hebben bezocht, ook oudere mensen. Mensen die erg ziek zijn geworden, zelf in de intensive care zijn beland. We hebben dus eigenlijk sinds vorige week weer hard aan de rem getrokken. De avondklok blijft, u kent de maatregelen. En we zien dat het aantal positieve gevallen van deze week toch wel hoger ligt dan van vorige week. En we hebben dus nog niet die stabilisatie bereikt. Die stabilisatie ga je alleen bereiken, dus dat aantal gevallen gaat alleen maar naar beneden gaan als wij de maatregelen naleven. Je moet in je bubbel blijven, dat zijn je huisgenoten. En je gaat uit het huis voor noodzakelijke werkzaamheden, noodzakelijke, strikt noodzakelijke bezoeken aan mensen, misschien je ouders of weet ik wie. Met de achtneming van de maatregelen van mondkap, anderhalve meter en desinfecteren. Of noodzakelijke inkopen. Ja, want je moet ook eten. En dan ga je weer naar je huis. Je gaat niet uit je huis om te gaan feesten of te socialiseren. Wij zien aankondigingen van geplande parties, grote parties. Ja, waar je moet 30 SRD betalen en met band en allerlei dingen. En natuurlijk is het om jongelui aan te trekken. Wij zijn gechoqueerd dat er nog mensen zijn die dergelijke feesten organiseren. Terwijl de gezondheidszorg nu vastloopt, de ziekenhuizen raken vol, de intensive care ook. We moeten overal ruimte gaan zoeken om mensen te plaatsen. Toch? Straks is er geen ruimte meer. Straks kunnen mensen die andere ziekten hebben niet meer opgenomen worden in het ziekenhuis, want dat heer ziekenhuis spangt naar een COVID-patiënt. Waarmee is men in godsnaam bezig? De instanties die bezig zijn met de handhaving en met het verstrekken van vergunningen, en dat zijn de DC's en de politie, moeten hun werk doen. En als ze deze aankondigingen zien, direct bij de bron gaan en optreden en zorgen dat dat feest of whatever niet doorgaat. En dat degenen die het organiseren bekeurd worden of andere maatregelen getroffen worden, conform de wet. We hebben een ander team, het clusterteam, waarin volksgezondheid ook participeert, samen met de militairen en de politie, de arbeidsinspectie, de milieuinspectie en de economische inspectiedienst, die voortreffelijk functioneert. Want die gaan alle winkels langs, bars, restaurants en zo, die vergunningplichtig zijn. De controle op feesten en parties berust bij de districtscommissarissen en de politie. En die moeten hun werk gaan doen. Samen alleen maar kunnen we de verspreiding van COVID voorkomen. Je hebt mensen die zeggen COVID niet bestaat. Laat me je zeggen, COVID bestaat. COVID heeft de hele wereld in zijn greep. Dus als je COVID niet, als je zegt dat COVID niet bestaat, dan ben je dom. En je verspreidt alleen maar domme berichten, toch? In mensen hun domme hoofd. COVID is een ziekte. Het is bewezen door de wetenschap, door artsen. Ga met mensen praten die een COVID-patiënt hebben verloren. Toch? COVID bestaat. Houd u zich aan de maatregelen. En als u zelf wil gaan dansen, dans in de tuin, maar ga niet in een club, bar of feest. Want je vormt een gevaar voor jouw eigen familieleden. Kan de jou bij je eigen grandma die jij hebt besmet. Dus een oproep vooral aan de jongeren. Ik heb het al veel eerder gedaan. Vooral aan de jongeren. Hou rekening. Ja? Hou rekening.
Er komt wel een oplossing in de vorm van een vaccin dit jaar. En ik had al gezegd in januari, hopelijk eind januari, begin februari. In Nederland zijn ze deze week begonnen met vaccineren. U zal zelf zien dat uw familieleden u ook gaan bellen. Emi, vaccineer jongen, alles aan boom. Dan gaan wij ook meer vertrouwen hebben hier. En zeggen, ah, vaccin niet hier, blakkaman. Want dat soort geruchten gaan de ronde. Terwijl er wereldwijd al miljoenen mensen gevaccineerd zijn. In Amerika zijn al miljoenen mensen gevaccineerd. Amerika heeft toch ook zwarte mensen? In Engeland ook miljoenen mensen. En in Nederland ga je zien, je eigen familie man gaat ook gevaccineerd worden. En hier zullen wij ook beginnen, maar we hebben nog geen toegang tot het vaccin. Weet eerst de landen die al hebben betaald, zoveel bogo-bogo vaccin al hebben gekocht. Dus het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zullen, en de PAHO zullen informatie geven met betrekking tot vaccinatiecampagne die volgt. We zullen het feesten, maar meer nog de nonchalante houding naar het COVID-19 virus achterwege moeten laten, willen we weer naar het oude normale. Mi wantaki ang ading yuka sa mabala fumi. Ikifambeta kya fesika ba mi na doctor komisi. En a nyunsu aksi mi futaki ay ni an yuka tongo ang awi. Om dati so leisi kya nyunsu ekong ay kwa inu anta tongo di na ifustang. Dan so leisi na isabi sa ngudu. Ma mi wante kya momentia futaki ang awo taki. Kugiesi na desani di lanche taki. Asiki di koyaso, so leisi, we dengi taki au tiki na ibasta. Mami koyafu te yuti de taki asiki ibasta. Ke uluko ay nisa anang, da pasa sigisi dun su sama kaba, di kisha asiki ya. Gadu ye piu, sama adede so epi mawantu sama adede. Dan umteki asani yaso, serieis. We si taki ala so utu feise fi sama itaki asiki ade asiki na wansani di dembaka komo pofu dembaka na wanlei data ikisi moni desande na tu asiki de mi ase efi koto igi omdati mi se efi kisheng en mi fi sana den fuka demba no utu jasagi so mi wani taki anga utaki u Haliki agalan, cagalan ditaigi utaki. Dendei yaso, faimudu, fuyamu kishasikia. Imuwasiana anga sopuwata. 20 sekondo langa, iwasiana. Duasani de, wantuleisha inyadei. Ataasani saimudu, ofio komopo ayosu. Wei wang monkap de, taki wang mofu noso tapu. Efibimu go wampesi. Yang wan sama utaki tampu awan afstand fu wanga afu meter. Teo du den sande dan yo kibi yu se efigi asiki mana yu awang ma oktu de sama lontu yu taki ya po ikisi asiki ya. Sa na abia la ufa no udu efu we libi wan fasi pe unai aliki da asiki ya upati ainya konde na so wan fasi taki data usu na usai fu holi de sama. En if ala usiki, unaoma woko, wa umachia konde guafesi. So wanto mo, ni takiangau, taki, ufika den feis sani abaka. Amo penspari sani dilanche takio, na taki mutausu. Efi inawan sani fugo suku, tayosu. Efi muguastati, vei yumon kap. Holy asociala afstand, te jayosu, isipeide. On smetiana efu du desande da woshi taki asikia au boso en chasiki boso da la desani jube gwenti du safi safi wo du den no lanti de base e suku wan fasi fu vacciner ma anya pisi fu fo shu ki cha vaccin ya meke o chayo se fina fa meke wa siki fu kondede pour en fasi pe utiabedo wansan momo antaki yabiso men sama itaki minai simpang kande awande de namode miosiki dambete ma winzi unai spanga yusevi ma luku de sama ilontuno
kan je gaan maar vier jappen. Abita asiki, igoteki asiki kai kongen, a dede for shen yo. Kande abu an picking, dibu an to an sani, a nya maska pe ya. I teki asiki, I chai gogen, ya sabi fa wa kangen. So we see you nice pang a you savey, ma holy reckoning, anga den sama di jai lontu. Bika, de sa kisha asiki ya, dora kadrak fi, en wa sabi fa wa ka. Sombo an takyangao. Gezonde voeding en optimaal bewegen zijn nodig voor een goede fysieke gesteldheid. Bouw uw eigen weerstand op. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. En vergeet niet om u te houden aan de maatregelen. Mondkap op, handen wassen en 1,5 meter afstand. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal na het weekend. Stay healthy and be safe.